We staan hier aan de Snellierstraat in Winterswijk voor het gebouw van de firma Slotboom. De firma die zich naar eigen zeggen gespecialiseerd heeft in het één na oudste beroep van de wereld, namelijk steenhouwen. Ze zijn daar erg goed in, hebben zelfs een aantal kampioenen onder hun personeel. De moeite waard dus om eens binnen te gaan kijken. Roy, het één na oudste beroep van de wereld. Hoe komen jullie aan die uitdrukking? Nou ja, het oudste beroep is bekend. En het één na oudste beroep, ja, dat is ook voor ons heel erg bekend. Want het is natuurlijk al eeuwen en eeuwen oud dat er aan allerlei beelden en allerlei monumenten en allerlei ornamenten gemaakt werden. Nu was dat voorheen altijd natuurlijk ook echt handwerk. Puur 100% handwerk. Is dat nog zo? Vroeger was het echt, ja, was het echt met de handen. En het was zeer kunstig hoe ze het allemaal voor elkaar kregen. Tegenwoordig heb je alles pneumatisch, dus op lucht. Maar ook met het zagen. Je hebt kattekening. Je hebt CNC-frezen, vijf asseren CNC-frezen. Er is veel automatisch, maar de eindafwerking is echt met de hand. En dan zal een steenhouwer moet ook altijd alles bijwerken om dat weer op de oude manier voor elkaar te krijgen. Wij zijn een restauratiebedrijf en een restauratiebedrijf wil gewoon zeggen, het moet gewoon oud zijn. Wij opereren landelijk. Wij werken in totaal met 30 mensen. Zowel hier in de binnendienst als in de buitendienst. We zitten van Maastricht tot en met tot Groningen. En van Winterswijk tot en met Den Haag. Een gigantisch grote kerk, maar ook een uniek project wordt dat. Als dat gaat lukken, dan is dat ook weer een periode van 5, 6 jaar wat je daarmee bezig bent. Eusebiuskerk zijn we heel trots op. Daar zijn we ook al een paar jaar mee bezig. De Sint-Jan zijn hele mooie onderdelen die we daar moeten maken. Ook heel erg bewerkelijk. Dat is een steenhouwer moet er echt zijn kennis voor laten zien. In Veghel daar zijn we met een kerk zijn we daar bezig. We zijn benaderd door het kerkbestuur. Vroeger was daar een voorfront met allerlei ornamenten, met allerlei pinakels en zo. Die was daar. En dat is, in de oorlog is het allemaal weggekomen. En dat willen ze eigenlijk gaan reconstrueren. Maar er is maar één tekening van. Die tekening die hebben wij gelukkig in het bezit. En vanuit die tekening gaan wij proberen om het helemaal weer te reconstrueren tot het zoals het toen was. En ja, dat is ook een uniek project. En als dat gaat lukken, dan ben je natuurlijk behoorlijk trots op wat dat gaat lukken. Mike, ik begreep dat jij in 2015 tweede bent geworden van de wereld. Je bent dus hier enorm goed in, mag ik wel zeggen. Roy vindt jou de beste van Nederland, maar dat zul je zelf nooit zeggen. Wat vind je nou zo ontzettend mooi aan dit werk dat je daar zo ver in gekomen bent? Je maakt gewoon een heel mooi product met je handen en het gaat ook gewoon weer een paar honderd jaar mee. Ik ben hier in 2001 begonnen als steenhouwer, dus toen werkte ik al 4 of 5 jaar als steenhouwer. Dus ik heb toen ook een tijdje getraind echt voor de wedstrijden op snelheid en nauwkeurigheid. Ja, en nu doe ik het onderhand al 17, 18 jaar en ik ben nu ook leermeester, dus ik leid nu ook de jongens hier in de werkplaats op tot allround steenhouwer. Joe, hoe kom je hier nou terecht? Waarom ben je dit gaan doen? Ik heb hier 2 weken stage gelopen. Ja, sindsdien heb ik hier eigenlijk een paar weken proef gelopen en dat is eigenlijk hartstikke leuk. En als je straks klaar bent met school, dan ga je hier werken? Ja. Dat is duidelijk. Ja hoor, dan ben ik hier, ja. We staan hier op het binnenterrein. Hier liggen alle materialen liggen hier die wij verwerken. Onder andere grote blokken die wij rechtstreeks uit de groeven halen. In dit geval in de buurt van Koblenz. Zo komen de materialen binnen. Die halen we zelf met onze vrachtwagen op. En die worden dan hier helemaal verwerkt tot allerlei onderdelen. Kun je eens uitleggen wat jullie met recycling doen? Ik begreep dat het water gerecycled wordt. Klopt, alles wordt gezaagd met water. Je kunt het niet droogzagen, want dan krijg je heel veel stof. Dus je zaagt alles met water en daarvoor hebben wij ook heel veel water nodig. Nou, dat is één machine, dat is een 5-asser, een CNC-machine. Die heeft gewoon een kuub water nodig per uur. Dus dat is heel veel. Dus we hebben daar wat op bedacht. We hebben een kelder gebouwd en daarin gaat het water van het dak, het regenwater, die gaat er allemaal in. Dat wordt gerecycled en dat wordt hergebruikt.
William Slobboom, de baas van, onder andere de baas van Slobboom Steenhouwers. Die is met een project bezig hier in Winterswijk, bij de Jacobskerk op de Markt. Als dat project doorgaat, en we zitten in een offerte fase op dit moment, dan is de bedoeling dat daar de basisscholen bij betrokken worden. Dat zij het steiger op gaan. En daarna gaan ze hier naar de werkplaats heen. En dan worden ze een beetje onderricht hoe wij met de steenhouwers overweg gaan. Ja, en jullie werven het personeel eigenlijk in een hele kleine kring. Dat wil zeggen familie, kennissen, maar in ieder geval Winterswijk. We zijn nog zoekende naar een leerling steenhouwer. Hij moet er passie voor hebben, hij moet enthousiast erover zijn. En de rest leert hij allemaal hier. Ties, je hebt meegelopen, je hebt rondgekeken. Vond je het leuk? Ja. Zou je zelf ook als steenhouwer willen worden? Ja. Dus de vacature over 10 jaar is ingevuld? Denk het wel, ja. Nou, hartstikke mooi. Daar zullen ze hier blij mee zijn.